Maar wij gaan zo naar de Efteling. We zijn er! Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben nog een beetje stil, want het is nog redelijk vroeg. Maar wij gaan zelfs naar de Efteling. Yay! En ik ben nog alles een beetje aan het klaarmaken. Dus ik ben Louise in de tas aan het pakken. Ik ga mijn speed nog even klaarmaken. Want binnen iets minder dan een half uur komt ons halen. Ik zal misschien eens laten zien wat ik meepak. Dus hier van voor heb je ook nog een rits. En daar heb ik allemaal zo wat medicatie gestoken, dus wat afogan, blarenpleisters, pleisters voor Louis, die soort dingen. En dan hier heb ik zijn potje eten gestoken met een lepeltje, zijn tandenborstel, want ja, de Efteling is open tot 10 uur 's avonds. En dan kan ik gewoon daar zijn tanden poetsen en zijn tandpasta voor hem dan gewoon in de auto te laten slapen. Een fles drinken. Fles water voor 's avonds met poeder. Allee, de poeder zit hier hoor, apart. Wat heb ik hier nog in zitten? Wat snacks voor hem. Zijn pet, want het gaat heel warm worden. Hieronder heb ik dan nog krok zitten. Een collega van mij raadde aan om... Ja, je hebt daar een soort van een Simba, als dat zo heet. Dat kindjes kunnen lopen in het water. Dus ik ga... Zo wat crocs, waterschoentjes meepakken. Daaronder zitten nog wat extra kleren. Zijn badkledij en een handdoek, voor het geval dat. Verschoningsmat, genoeg pampers. Wat fruitsap voor tussendoor. En dan aan deze kant heb ik nog een jasje voor moest het zijn. Nog wat extra stokken, onderbroeken. Een slabbeke. Zonnecrème heb ik bij. En dan een regenhoes voor als we naar een waterattractie gaan. Dat ik dat hierover kan doen. Eens kijken. En dan heb ik zijn outfit hier nog liggen. Dat gaat hem zoiets aandoen met zijn gewone schoentjes. En dan heb ik ook nog voor mij wat dingen bij. Ik heb geen portefeuille mee, maar ik heb zo'n ziplotzakje bij. Ja, dat is alles. Wij zijn nog een boterhammetje aan het eten. Dan gaan we zelfs naar de Efteling. Oké. Cutie. Mijn beeld is wel raar. Petitia. Beeld is raar. Petitia gaat. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Oeh. Oeh, naar de Efteling. Ik heb het idee. Hallo. Hallo. Een boterhammetje is met choco aan het eten. Oei. Wat? Oei, zelf kan niet ik. Jij boterham. Boterham. Ga je choco eten? Eet maar, want we moeten binnen 10 minuutjes vertrekken. Ja. En ze komen ons binnen 10 minuutjes halen. Ik heb alles klaargemaakt. Ik ben echt op honger allemaal. Ik heb nog powerbanks toegevoegd. En Louise een slaapzak en toetje. Dus normaal gezien hebben we alles. Kijk eens Louis. We zijn er.
Waar zit je? In de afstelling, een schatje. Ja, wel lekker gegeten. Mama is omdat ze meer is geweest. Cutie. Geen paniek, guys. Ik kan hier nog door ademen. En hier ook, hè. Oké. Ik probeer Louis te laten slapen, maar dat lukt niet. Het lukt niet. Louis wil geen dutje doen. Hij is voorlopig wel nog rustig, maar... Hallo, zeg. Het is wel echt bloed. Bloedheet. De rest is niet eens op de attractie. Ga je je voetje laten zien? De rest is eventjes op de attractie. En wij zijn aan het rondwandelen. En dan zorgen dat Louis een dutje gaat doen. Staan bij de Vliegende Hollander. Ja.
van kasteel. Draak. Met de draak? Poging 784 om hem in slaap te laten vallen is opgeslokt. Het is al 7:40 of zo en je hebt nog niks geslapen. Niks geslapen. We zijn nu in het Sprookjesbos. We gaan nog in het Sprookjesbos rondlopen, een flesje geven en dan hoop ik dat je in slaap valt, een kameraadje. Ja, je hebt een kameel gekregen of een dromedaris. Hè? Zullen we nog eens verder gaan kijken? Het was wel een heel leuke dag. Veel te warm. Zij was gaat die nek omhoog. Kijk, daar gaat de nek. Kijk.